ik sta nu tussen beide trainers in, dus ik heb wat dat betreft hopelijk een goede positie hier gekozen. 4-2-2 hier op de Wildzang. Ja, eventjes napraten met de beide trainers in het business home van de voetbalvereniging Nunspeet. Willem Brouwer, trainer van Berkum en uiteraard Marcel Boudestein aan de linkerzijde. Willem Brouwer, het eerste woord, jouw analyse van deze wedstrijd. Marcel zei net toen we hier liepen, de gelukkigste heeft gewonnen. Zo was het ook wel een beetje, denk ik. Ik vond het heel matig voetbal van beide kanten. En ik denk dat wij de eerste helft de wedstrijd moeten, misschien moeten beslissen. Het eerste kwartier al 2-3 grote kansen die we beter moeten uitspelen. Kom maar 1-0 voor. Als je dan 2-0 maakt, dan is het klaar, denk ik. En dat verzuimen we. En we helpen hun spelen eigenlijk weer in de wedstrijd. Na rust was het van beide kanten hard knals. Door wat persoonlijke fouten geven wij de wedstrijd gewoon weg. Ja, vooral die tegengoal in de eerste helft, waar het 1-1 wordt. 40ste minuut, ongelukkig moment. Een beetje een kopie van, ik weet niet of mensen vorig jaar bij waren, een beetje een kopie van de wedstrijd van vorig jaar. Ook vrij snel 1-0 voor, kans op 2-0 en vlak voor rust 0 tegen. Dat was nu al net weer zo. Die speler te dolle volgens mij, die struikelt half over de bal. Die bijna is nooit zo'n grond. Ingestudeerd. Er is niemand van ons die ingrijpt en daar moet je gewoon ingrijpen. En twee keer een hele makkelijke goal. Dus heel makkelijk weggegeven. Als trainer word je er gek van. En na rust inderdaad 2-1 voor. Uit een corner en prima goal, denk ik. Ja, en dan moeten wij de wedstrijd doodmaken, zeggen ze dan. Dan moet je gewoon nog compacter gaan spelen en wachten op die kans die je krijgt om 1-3 te maken. Ja, dan krijg je een goal tegen waar we twee spelers ons tegen elkaar aankomen in de eigen 16. En daarna is het eigenlijk, zijn wij niet meer in de wedstrijd geweest. Marcel, twee keer van achterstand terugkomen en dan toch de wedstrijd naar je toe trekken. Hoe voelt dat? Nou, ik ben blij dat ik een keer dat ook weet. Want dit seizoen hebben we een paar keer natuurlijk aan de verkeerde kant van de streep gestaan. Door eigenlijk wedstrijden op het laatst nog uit de handen te geven. En ik had vanaf het begin over een gevoel, en dat is heel achteraf heel makkelijk zeggen. Maar dat we die wedstrijd nog uit gingen halen. Want je zag inderdaad dat Berkum niet het verschil groter kon maken dan 1 goal. En die hebben daar echt wel een aantal kansen voor gehad. En wat positiever aan ons is vandaag dat we gewoon zijn blijven knokken en blijven geloven in een goed resultaat. En daar begint het allemaal. Ja, je brengt in de tweede helft Van den Anker en Lange in. Waardoor er eigenlijk veel meer vaart in die voorhoede komt. Ja, klopt. Degene die voor rust speelde, Henk Baum en aan de andere kant Peter Huigen. Ja, te weinig diepgang, maar ook gewoon te weinig vonden wij druk op de bal. Want verdediger begint toch voorin. En als je dan een bank hebt met zo'n goede bank, met zulke goede invallers, ja, dan is het makkelijk kiezen. Ja, Lars ten Dolle en Daryl van den Anker, de mannen van de doelpunten vanmiddag. Ja, zeker. Het begint ook allemaal bij tweede ballen winnen. En ik denk dat Lars daar een fantastisch voorbeeld. En ondanks dat hij of hij al met zijn neus doet of met zijn onderlip, maakt niet uit. Hij had in ieder geval de absolute wil om die tweede bal te winnen. En gewoon een fantastische actie. Ja. Chris van der Meulen scoorde het eerste doelpunt. Hij weer, hè? Ja, Chris is voor ons heel belangrijk. Een levensgevaarlijke spits. Hij speelt op het randje. Heel vaak buitenspelen. Soms wel, soms niet. En dan krijg je situaties, als je een steekbal geeft, dan komt alleen van de keeper is vaak raak. Dus dat is een geweldig wapen. Ja. Over buitenspel zullen we het vanmiddag niet hebben? Nee, ik bedoel, nogmaals, het is een keuze aan de scheidsrechter wat hij daarmee doet. De kansen die je daarin krijgt, die moet je benutten en dat heeft hij goed gedaan. Aan de andere kant waren de jongens denk ik te veel jongens onder de maat. Want dit soort spelers moet ook bediend worden. Dat gebeurt te weinig. Ja, dan die knotsgekke slotfase. Ja, dat is. Als trainer word je daar ook weer gek van. Marcel zal hetzelfde hebben als je dat soort doelpunten tegenkrijgt. Die derde goal, dat je vanaf de bank. Je ziet het gebeuren. Je ziet degene die vrije trap neemt, zie je al kijken, linksback komt op. De beste kopper, denk ik, de langste man in ieder geval. Je ziet gewoon gebeuren dat hij aangespeeld gaat worden en met een breed legt. En het gek is dat bij ons achterin dat niemand dat ziet. Ja, daar word je gek van. En dan bij die vierde goal, hè? Dan laten ze hem gewoon lopen. Ja, de vierde goal vind ik niet zo spannend meer als 3-2 is en je speelt anders op niks de laatste paar minuten, dan gebeurt dat gewoon. En dat is gewoon een misverstand, wat er precies gezegd is, weet ik niet, maar tussen de keeper en de verdediger. Ja, de verdediger denkt waarschijnlijk dat de keeper komt en de keeper denkt dat de verdediger hem wegknalt.
Maar dat gebeurt bij 3-2, dan weet je, dan ga je gaat de tent open en dan kan het ook 4-2 worden. Ja. Marcel, die vrije trap van Michael Lange naar Spoelstra en vervolgens was het Lars die het afronde. Was dat ingestudeerd? Als ik eerlijk ben, nee. Maar wel mooi. Maar dat ben ik heel eerlijk. Ja, nee, oké, okay, prima. Dat is ook het antwoord wat we natuurlijk horen van je te krijgen. Maar daar wordt niet op getraind op dat soort spelsituaties, spelervattingen? Nee, tuurlijk. We zijn wel een paar afspraken daarover. Maar Michael is ook degene die hem daar neer kan leggen. Dus je kan trainen natuurlijk in ons weg, maar je moet wel de spelers hebben die ook die ballen zo daar kunnen spelen. En dat is kwaliteit van hem. Ja. Had er meer in gezeten voor jullie vanmiddag, Willem? Zeker de eerste helft heel goed. Want daar moet je het verschil maken. Als je daar de tweede goal maakt, dan denk ik dat we een makkelijke middag hebben. We knakten misschien bij de tegenpartij. Maar na de 2-2 niet meer. Toen was het voor mij wel. Ik was blij geweest als het 2-2 gebleven was. Ja, het wordt dan uiteindelijk 4-2, Marcel. Wat we vooral in de tweede helft zien, is dat Nusbeek veel meer bravoure toont. Hè? Het duel wil aangaan. Het lijkt wel alsof het mentaal nog sterker is. De eerste helft zagen we dat niet. Vorige week zagen we dat ook in de tweede helft. Hoe komt dat? Nou, ik weet niet of dat aan de tweede helft ligt, maar daar zit het verschil. Kijk, tweede ballen winnen, dat doe je door met het mes tussen je tanden te anticiperen, zoals we dat noemen, en niet te reageren. Anticiperen dat je weet, als die bal in die zone komt, dan is die van mij. En dan moet je een absolute wil om te winnen hebben. Dat moet tussen je oren goed zitten. En ja, in de eerste helft verzuimden we dat misschien, zoals het lijkt voor jullie. Maar wat mij betreft lag dat nog meer, omdat we voorin ook gewoon niet goed druk gaven. En als je voorin niet goed druk geeft, dan kan je ook die tweede ballen niet snel winnen op middenveld. Goed heren, dank u wel. De wedstrijd is gespeeld, 4-2 is hier geworden. Willem, succes. We treffen elkaar straks in Berkham nog een keertje in het voorjaar. Marcel, succes. En vanuit het business zone hier van de voetbalvereniging Nunspeet, dank. En graag terug in de studio. Ja.